De vraag voor SJC is, hoe hebben ze zich hersteld van de nederlaag vorige week tegen ONS Sneek? Een 2-0 voorsprong en een 3-2 voorsprong eindigde uiteindelijk in een 4-3 nederlaag. Een behoorlijke tik voor de ploeg van Sjaak Polak dat hier in de aanval is. Met Van Stijn en de voorsprong. 1-0 na 6 minuten spelen. Melvin Van Stijn scoorde vorige week ook in die uitwedstrijd tegen Sneek. En hier toch de verrassende voorsprong tegen Stedoco. El Baouchi. El Baouchi met de 2-0. De klok staat op 9 minuten. En dat betekent dat het hard gaat. Maar niet te vroeg juichen, want ook vorige week was de voorsprong 2-0. El Baouchi, Stedoco. Ze slapen, zo lijkt het. En Tom Duinbaum met de 3-0. Nou, een heerlijk avondje tot nu toe in Noordwijk. Stedoco, eindelijk doen ze wat terug. Abdemariam vanuit de hoekschop. Prima ingekopt natuurlijk achter doelman Haggerty. Maar kijk eens naar de vrijheid die Abdemariam krijgt. Ruststand 3-1. Met Van Stijn in één keer. Oh, wat een lekkere goal van Melvin Van Stijn. In één keer op de pantoffel. Het zijn van die droomdoelpunten. En natuurlijk de ontlading. 4-1, dat mag eigenlijk niet meer misgaan, zou je denken. En dat gaat het ook niet. Want in minuut 55 is het Duindam met de 5-1. Zijn tweede van de middag. Tom Duindam. Volgend seizoen speelt hij voor FC Lisse. Van Stijn, beetje vervelend, maar Dos Santos, wat doe je? Waarom? Terwijl Van Stijn de hand op de bal heeft, denkt Dos Santos, ik rach even door. Ja, dan wordt het onvriendelijk. Rick van Dijk bemoeit zich ermee. Iedereen heeft wat te melden. Duwen, trekken over en weer. Ja, Van Dijk gaat nog even door. El Baouchi in de clinch. En dan komt daar notabene vanaf de bank Ricardo Samoender. Oudspeler van Scheveningen. Geplaagd door een zware blessure, kruisband. Die de gemoederen tot bedaren moet brengen. Samoender trouwens komend seizoen terug in Den Haag bij HBS. Haggerty met de redding. Desondanks de 5-2. Renzi Baradas, die kennen we nog uit zijn Scheveningenperiode. Prima afgemaakt, 5-2. Maar het kan natuurlijk niet meer misgaan. Alhoewel, hoho, dit is een hele mooie. Schreuder. Ja, hij schudt ongeveer alles af bij die acrobatische toeren. Joran Schreuder met de 5-3. Maar goed, we hebben nog 5 minuten te spelen. En dus kunnen we zeggen dat dit een uitstekende overwinning is van SJC. Het wordt nog mooier. El Baouchi met de 6-3. Eindelijk weer eens een overwinning na 4 nederlagen op rij voor SJC. 6-3 tegen Stedoco. Dat mag er zijn.